Donderdag staat er weer een wedstrijd op het programma. Dan speelt Feyenoord die uitwedstrijd tegen Rangers FC. Ik begreep dat er wel wat blessures zijn aan de kant van Rangers. Kent, een van de sterkhouders, Ryan Kent. Zeg maar niet zo. Die werd echt ingeleverd. Voor 7 miljoen overgenomen. Ryan Kent. Ja, Ryan die werd voor 7 miljoen overgenomen door Liverpool. Die schijnt geblesseerd te zijn. Jij kent hem niet? Ik kent hem niet, maar ze hebben 3-1 gewonnen van Livingston, zag ik. Ja, het zegt mij niet. Ze staan 2 dagen achter Celtic. Dat is een beetje standaard. Ja. Het is niet meer Glasgow Rangers onder leiding van Dick Advocaat, toen veel te veel geld werd uitgegeven en veel te veel goede spelers werden gehaald. Ja. Het is mij een grote onbekende. Het is Feyenoord. Kijk, er zitten straks 50.000 man. Ja. Dan krijg je een boost in ons voetballen. Dit is waar je het voor doet. Weet je wel? En dat kan je bijna niet slecht spelen. Dus alleen Feyenoord zal ook wel een beetje... Ja, goed, Feyenoord is het, ik weet het. Maar Feyenoord zal ook een beetje met de hersens moeten spelen. Want die gasten spelen vooral met hun hart. Ja. Dat kan niet anders als dat publiek zo tekeer gaat. Nou ja, en dan moeten ze in ieder geval een resultaat halen. Want het is je eerste wedstrijd in een groep van 4. Ja, dus je moet daar een punt minimaal meenemen. En als het even kan, 3.